Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. In mijn handen heb ik een voedingsmiddel. Hier heb ik cola, koffiemelk, koffie gemixt met melk, bol van Fernandez, kokosbol, heerlijk hè? Wafel, ook heerlijk. Wat maakt dat deze producten allemaal lekker smaken? Omdat mensen hoeveelheid suiker, hier heb ik suiker in mijn handen, suiker in die producten hebben gezet. Zonder suiker zou het helemaal niet lekker smaken. Toch? Ben je eens met mij? Ik denk het. Maar te veel suiker in het lichaam is ook niet goed. Wat gebeurt er namelijk? Je kan dan hyper zijn of je kan dan een ziekte oplopen. Men noemt dat te veel suiker in het lichaam suikerziekte, oftewel diabetes mellitus. Als je diabetes hebt of suikerziekte, zoals wij het op straat zeggen, betekent dat je te veel glucose in je bloed hebt. Je moet dan veel plassen, je hebt steeds dorst en je kunt ook heel moe, suf en mager van worden. Dat komt omdat je een probleem hebt met het aanmaken van insuline. Glucose is een suiker en je krijgt glucose in je bloed door te eten. Glucose zit in koolhydraten en die vind je bijvoorbeeld in fruit, maar ook in brood, rijst, cassave en zoete patat. Glucose kan als losse vrije deeltjes in eten zitten, maar ook aan een ander deeltje vastzitten. Of met meerdere deeltjes aan elkaar, zoals zetmeel. Die worden in je maag en darmen afgebroken tot kleine stukjes. Deze vrije glucose wordt opgenomen door je darmwand en afgegeven aan je bloed. Glucose in je bloed noemen we bloedsuiker. Je bloed vervoert glucose naar alle delen van je lichaam die energie nodig hebben. Bijvoorbeeld naar je spieren en je hersenen. Je lichaam heeft het nodig als energiebron om te kunnen denken, bewegen en groeien. Een deel van glucose wordt bewaard in je lever als voorraad. Je lichaam is opgebouwd uit cellen. Zo bestaat een spier uit heel veel spiercellen, je hersenen uit hersencellen en je lever uit levercellen. Die cellen hebben glucose nodig als brandstof om te kunnen werken. Ze halen de glucose uit je bloed en dan hebben ze insuline voor nodig. De insuline is een hormoon dat aangemaakt wordt door speciale cellen, de beta-cellen. In de alvleesklier ook wel pancreas genoemd. Insuline zorgt ervoor dat glucose die in je bloed zit, je cellen in kan gaan. Insuline werkt als een sleutel die een deurtje openmaakt, waardoor glucose naar binnen kan. Hierdoor verlaat de hoeveelheid glucose uit je bloed, dan krijgt je lichaam energie.